Nou, ik hoop dat ik genoeg licht heb, maar dit is mijn pedestrian mobile setup. De counterpoise, die twee spoelen heb ik eigenlijk niet nodig omdat ik niet op 80 en op 40 werk. Of tenminste niet op 80 en op 160. Antenne werkt vanaf 40. Uitgezonden 6 meter volgens mij. 60 meter moet ik zeggen. En ja, de transceiver heb ik hierin. Dat is de TR-USDX. Wat zit er nog meer in? Ja, TR-USDX. Het antennekabeltje. En de antenne waar de antenne op geplucht wordt, het boxje. Daar heb ik de voltmeter die ik gisteren in een filmpje heb gemaakt. Die zit er natuurlijk hierin. Ik zorg er meteen voor dat. Dat is tijdelijk hoor, maar ik wil in ieder geval weten hoe dat zich qua spanning verhoudt. En de accu's die zitten hieronder in het schakelaar. Ja, dat is te zien. Maar dat is dus de hele korte golf setup. En met deze manier, in tegenstelling tot Xiegus, als ik dat van plan was. Ik praat in dit apparaatje zelf, dus die hou ik gewoon voor mijn gezicht. Dan is hij ook wat hoger, dus dat is wel mooi. En ja, als ik de schakelaars op de accu aanzet, dan schakelt hij dus in. Maar er zit geen antenne op, dus laten we dat even niet doen. Deze die komt dus op de transceiver geplucht. En dan hierop de antenne die je hiernaast ziet. En daarmee kan ik dus wandelend QSO's maken. We gaan het meemaken. Ik ben heel benieuwd. Bij de Xiegus is de setup anders, maar voorlopig ga ik het met dit apparaatje doen. Bij de Xiegus zitten de accu's rondom de Xiegus, dus niet als een kubus onder in de tas. En dan praat ik in de microfoon van de Xiegus, waarbij de antenne bovenop de tas zit. Ik had daar ook een opname van. Hè. Maar hier zit de antenne gewoon eigenlijk bovenop de transceiver die je dan opzij houdt, hè, met deze dingen naar boven. PTT. Tja, ik ben echt benieuwd. En dat draadje, dat sleep je dan achter je aan. Oké. Pedestrian mobile.